Jongens, we gaan even executeren. Komen jullie wat dichterbij en even tot drie tellen. De Nassau-dag heeft natuurlijk allemaal met de Nassau's te maken, maar je hebt ook Oranje Nassau. Maar hoe kan het nou Oranje Nassau heten? Graaf Engelbert III, die was voor de tweede keer getrouwd met een mevrouw de Chalon. Die kwam uit Frankrijk en die kregen een zoon, René de Chalon. Je zou zeggen van waarom heeft hij de naam van zijn moeder overgekregen, maar dat heeft met erven te maken. 25 jaar en dan zie je er zo uit, hè? Ik ben vrijwilliger bij Nassau. Ja, dat snap ik dat je hier vrijwilliger voor moet zijn. Ik blijf wel op veilige afstand als je het niet heel erg vindt. Dan hou je even het handje vast. Zo, en dan ga je hier leg je dit erop. En de hand wil ik niet zien. Deze voorbereiding knippen we er gewoon uit. Ja, dat knippen we er gewoon uit. Ja. Okay, nou, gaan we jongens, we gaan snijden. 1, 2, 3, ja. Ja, applaus, de hand is erop. Is nog veiliger geworden. Geef me een high five. Gezellig. Gezellig hier. Muziek, zong van groot en klein publiek. Maar ook het werkvolk uit de scheur. Hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijk keukenvuur. Wat is hier allemaal aan het handje? Wat is er hier allemaal aan het handje? Nou, we zijn de hele dag eigenlijk kleine gevechtjes aan het doen van Fight, van House of Wax. Om eigenlijk iedereen te laten zien hoe het tijdens de Nassau's natuurlijk ging. Ja. We doen natuurlijk verschillende tijden. Nu de tijd van... Slecht Engelbrecht. Sorry. Dus dat moet ik wel weten. En vandaar, en dus ze doen ook andere tijden, middeleeuwen echt, 80-jarige oorlog. Ja, we kunnen alle tijden eigenlijk. Ja, maar nou is Engelbrecht aan de beurt, hè? Engelbrecht. Zeker weten. Nou. Het valt niet mee, hè? Nee. Maar het valt me wel op dat hier in de Nassau-stad ze vallen, maar ze staan ook zo weer op. Ja, gelukkig wel. Anders moet ik telkens nieuwe mensen bijhalen. Dat is ook zo'n gedoe. Jullie zijn hier toevallig neergestreken? Wij zijn hier toevallig neergestreken. Ja. Nou, hey. Ja, sorry? Ze wonen hier al 500 jaar. Ja, oh, dat is het natuurlijk. Ja, 500 jaar in de kelder gezeten. Nu mochten we eruit, dus ja. Nou, wat zien jullie dan blij uit. Ja, ja, dat is jullie. Als je 500 jaar in de kelder gezeten hebt, dan word je wel blij. Goed ook nog, goed ook nog. Ja, daarom. Maar wat hebben jullie allemaal meegenomen? Nou, wij zijn hier in het kader van de Nassau-dag. En wij lopen eigenlijk een beetje bij zoals je muzikanten zou hebben gezien in de 15e eeuw. Dus net iets voor de Nassau's, maar vandaar. Mensen kunnen hier, een prachtig oud kasteel zien met een grote Bredaanse geschiedenis. En waar het een eer is dat wij hier mogen staan. En wij proberen de mensen ook een beetje kennis te laten maken met de geschiedenis. Door een hele oude sport met ze te beoefenen, boogschieten. En dat doen wij als hobby, als club al. Maar om dan hier die mensen te mogen ontvangen en dat een klein beetje door te mogen geven aan mensen die daar minder mee bij betrokken zijn, vind ik alweer helemaal leuk. En ook al een beetje talent gezien hier in Breda, de Nassau-stad? Er zijn mensen bij die schieten in één keer een hartstikke mooie pijl. Die staan goed, die schieten goed, die laten de pijl goed los. Die gaat precies vliegen zoals die vliegen moet. Ze zitten toch echt in het DNA, hè? Sommigen. Oh. Er zijn mensen die laten die pijl los en dan denk je, wat gebeurt er hier? Er was iemand die wilde zo ver mogelijk schieten. Ja? En die schoot hem dus in de boom. Ja? Ja, en dan zit hij in de boom en dan komt hij nooit meer uit de boom. Nee. Dus we hebben nu een souvenir voor volgend jaar. Wat gaan we dadelijk zien? Roofvogels en uilen. En neushoornvogels. En waarom speciaal hier? Dat ze me geboekt hebben. Nee, is voor de Nassau-dag hier. Die knippen we eruit. Nee, wij verzorgen een educatieve roofvogeldemonstratie. Leuk voor jong en oud.
Dus dat is wat we een beetje gaan doen. Kleine vogels, grote vogels, mooie vogels, lelijke vogels. Voor ieder wat wils. En we proberen als we daar klaar zijn, dat ze ook iets geleerd hebben. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb veel roofvogelshows gezien. En die van hun, ik vind ze, hoe ze het presenteren, ik vind ze gewoon de beste die er zijn. Iedereen is nu naar een vogelshow gegaan. Ja, en daarom dacht ik, ik kom eens even bij jullie kijken. Het zag er allemaal zo stilletjes uit. Nou durf ik het haast niet te vragen. Maar jij bent ook jong geweest, ja, hè? Ooit, ja. Ja? Tuurlijk. Even voor je kijken, even durven en dat ik even de microfoon tuurlijk. In de... Ik ben alleen wel bang dat die tussen mijn vetrollen blijft hangen. Nou ja, maar moet je luisteren, dat geeft helemaal niks. Klem vast, maar ik ga het proberen. Nee, ik heb hier jonge meiden gezien, die doen het met vierhoepels. En ik heb hier ook wel gezien moeders, die het ook gewoon lukte inderdaad. Maar er waren ook moeders bij die het niet lukte. Het geeft niks. Maar ik wil gewoon even wat zien. Kijken of jij het kan. Hey! Ja, kijk eens. Hey! Ik ben blij dat het lukt. Ja, techniek was oké. Okay. De uitvoering was... Nee, qua tijden was goed. Want ik zie hier namelijk ook meisjes. En die kunnen dat heel goed. Die zijn wat minder met bewegen. Maar die beheersen dat dan heel goed. En dat is hartstikke geweldig. Maar ik zou bijna aan de cameravrouw willen vragen. Kan jij stout lopen? Maar dat kunnen we niet vastleggen, denk ik dan. Hè? Ja, dan ben ik weer de klos, zeker. Evenwicht, evenwicht. Ah, ik kan het gewoon nog. Ja, nee, echt waar. Echt waar. Ja, nou, je mag, ja, jullie kunnen zelf editen wat je willen. Dus ik ben benieuwd wat wij ervan terug gaan zien op Breda Nu heet dat, hè? Ja, Breda. En ook op YouTube te zien ook nog, hè? Oh, kunnen we nog terugkijken. YouTube. Oké, YouTube.